Met een I. Inademen. Flamingo. Fiets. Een flamingo. Fred. Chef. Knoller. Gang. Mijn naam is Milan Knol. En welkom weer bij deze nieuwe video. In deze video hebben we hier een rat staan. En we zijn met Don Game Meneer. We zijn met Link, X-Link Tijger. En met Milan Knol en met mijzelf. En wat de kijkers moeten doen is een duimpje omhoog. Oh, dee. Hey, hartstikke leuk. Dit is een oude versie van Pim Pam Pet-achtige dingen met een twist. En waarom een twist, jongens? Jullie weten hoe het werkt. Omdat dit een twister is. Als je draait aan het pijltje en hij komt bijvoorbeeld nu op C, dan zou je een woord moeten bedenken met de C. Welk woord? Even een voorbeeld. Een groente. Groente met een C. Salade. Courgette, inderdaad. Dacht bijna even jij. Maar er is een twist. Hier heb ik allemaal letters op deze kaartjes. Ja. Die ga ik hier zo verspreiden over de tafel. En dan mag je willekeurig een kaartje pakken. Die letter moet voorkomen in de groente. Dus als we bijvoorbeeld Don's voorbeeld nemen als courgette. En we hebben een K, maar het begint met een C. Dan moet er een K in voorkomen. Bedenk maar iets. Ik heb geen idee. Als we allemaal geen idee hebben, dan gaan we opnieuw spinnen. En dan komt hij op een nieuwe letter, op de I. En dan moeten we weer iets gaan verzinnen daarmee. IJsbergslag. IJsberg. Is heel moeilijk, maar dat maakt het extra leuk, want anders is het te makkelijk. Oké. Okay. Laten we beginnen. Link, jij mag beginnen. Yes. Ik wil graag dat we een machine gaan bedenken. Een machine begint met een T en een E moet erin voor. Tegelzetter. Dat is een beroep. Maar dat is ook een machine op zich. Je hebt zo'n automatische tegelzetter ding. Die is het niet zo'n straat? Het is een tegellegger. Ik heb hem. Oh, dat is een tegellegger. Je hebt gelijk. Stop daarmee. Jij moet het ook niet hebben, dit soort dingen. Hoezo niet? Don, jij bent. Oké. Okay. Een vrouwelijke voornaam met een letter G erin. En het begint met een S. Maar een G is zo'n agressieve letter voor een vrouwennaam. Sigonia, is dat een naam? Is dat een naam? Sigmund. Sigmundia. Ja, ja. Klopt. Is dat een naam? Heel goed. Ik wil graag van jullie een soort stof. Een soort stof. Met de letter R. En het begint met de B. Polyester. Breien. Brei is... Nee, is geen stof. Een wol gebruik om te breien. Een brandnetelstof. Ik spin nog een keer. Ja, eens. Met een Z. Z. Jezus. Leuk hoor, die twist. Yes. Ja, die twist maakt het echt super moeilijk. Nu is het eigenlijk geen pimpy pampy panty meer. Nee. Zebravacht. Ja, op zich. Nee. Een soort stof. Stel iemand komt binnen en zegt, oh, wat een mooi kleed. Ja, zebra man. Ik weet het niet. Ik accepteer hem. Ja, waarom niet? Ja, echt? Ja, joh. Oh, yes. Nou, dan wil ik van jullie weten, heel lief hoor jongens, een grondstof. Kut. En er moet de letter B in zitten. Kut. En het begint met de letter K. Koolstofdioxide. Koolstofdioxide, zei je dat nou? Ja. Is koolstofcarbonaat een ding? Geen idee. Klinkt wel intelligent. Ja, ja. Klinkt wel intelligent. Ik google het even. Kaas belegen. Kaas belegen. Van belegen kaas. Ja, dus daarbij een carbonaat is een anion van koolstof en zuurstof met als bruto formule bla bla bla. Een carbonaat is een zout of ester. Van die waterstofcarbonaat. Een zout is een grondstof. Die waterstof. Van waterstof. Maar het is een grondstof. Het is waterstofcarbonaat. Nee, er stond hier. Ik zei koolstofcarbonaat. En carbonaat bestaat uit. Hoe heet het? Maar je kan ook zeggen carbonaat, want kijk, het is ook K. Ja. That doesn't work like that. Zeg nou maar gewoon. Oké. Okay. Ah, je hebt hem goed! Oké, I'll take it. Het is zo moeilijk. Jippie, ik wil een stuk speelgoed. Oh. Met de letter J erin. En we beginnen met een J. En ninja. Oh my god. Heel scherp. Jeremy, doe je even leuk mee? Ja, ik doe leuk mee, maar ik ben gewoon aan het nadenken. Je moet nu. Ik ga nu. Ik wil graag van jullie een specerij. Ja, dit zijn kut. Ik wil graag van jullie een werkwoord met de letter
V erin en begint met de letter M. Move, bitch! Get out the way! Get out the way! Get out the way! Thanks. Nee! Nee, wat? Nee. Nederlands, wat? Nee, Nederlands. Waarom? Dit is toch geen Engels spel? Anders stond er wel een workword. Mouwen vouwen. Het is werken. Meevouwen. Ik ga opnieuw draaien. Ja. Meevouwen! Nee. Nee. Wacht. Oh. Met de C. Ja, ik draai nog maar een keertje. Nee, confisceren. Oké, Don. Jezus, zeg je echt leuk bij feestjes. Of is dat met een F? Wacht, misschien is dat met een F. Oh, confisceren is wel met een C, maar met een F. Ah, opnieuw. Opnieuw. Nieuwe. P. P. Die V is gewoon echt een killer. Proeven. Oh! Ja, heel goed. Een slechte eigenschap. Daar wil ik graag de letter H in. En het begint met de letter B. Wacht, wat moeten we doen? Slechte eigenschap. Met een B erin? Bij de hand. Ja hoor. Goed hoor. Ja. Nieuwe. Ik wil graag een eiland met de letter H erin. En het begint met Harvey Weinstein. Begint met de W. Nee, Epstein. Oh ja. Die had een eiland. Ik ga voor Wallahuku. Waarom is het niet gewoon Wahai? Wahai. Ik vind het een stomme eiland. Wil je een nieuwe letter hebben? Ja. Of wil je nou even nadenken? Ja. We hebben de B. Bahama's. Wallahuku. Oh my god. Ja, je bent zo snel. Hallo, ik was eerder. Ik was Wallahuku. Een beroep. Met de letter R. Een Griekzij. T. Tuinieren. Ja. Na tuinieren eerder dan, ja. Maar vooruit. Kijk. Ik wil graag van jullie. Ja. Ik wil graag van jullie een woord dat eindigt op heid. Met een letter H. En het moet beginnen met de I. Jee. Oh jee. Dit is zo moeilijk. Je hoort echt onze breinen. Ik zeg nieuwe letter. Ja, nieuwe letter. V. Verlorenheid. Wow, wat zei je, Wink? Ik zei vaagheid. Verlorenheid. Vaagheid gewoon. Ik vind vaagheid beter dan verlorenheid. Ja, maar de er zit geen H in. Echt wel? En de heid. Nee, want de heid moet apart zijn van de H. Dat is wel waar, inderdaad. En jij zegt verlorenheid, dus dan zeg jij ook niet goed. Bel. Nou, het ligt gewoon in schijf. Het verloren. Het ligt eraan hoe je denkt. Oh ja. Ja, pak maar vaagheid. Valhallaheid. Ik wil graag van jullie. Uh-huh. Ik wil graag van jullie. Uh-huh. Ik wil graag van jullie. Uh-huh. Jezus. Ja, een tijdschrift, bro. Ik wil graag van jullie een legendarisch figuur met de letter E erin. I. En het moet beginnen met de Z. Zeus. Dat is wel een legend. Ja, Zeus. Ik vind dat wel legend. Dat is wel een legend. Ik wil graag een soort sport met de letter L erin. En het begint met een H. Honkbal. Ja. Honkbal. Ja, teken. Ja, heel goed, man. Ik wil van jullie, wat gebruik je in school? Of op school? In school. Dus met een school. L. En het begint met een O. Een. Ja, ik kom wel niet op school zitten. Een orgel. In mijn school stond een orgel. In de muziekruimte. Ja. Ja, op zich. Maar heb je hem gebruikt? Ik heb hem wel eens stiekem gebruikt. Ja, wat gebruik jij in school, hè? Ja. Niet met andere mensen gebruiken. Maar jij. Stond er wel. Ja, het stond er wel. Morgen, joh. Morgen. Een muziekschool zou het best kunnen. Ja, prima. Nou, ik wil van jullie, wat doe je graag? Met de M. Wat doe je graag met de M? Met een I. Inademen. Maar ook alleen inademen, dat doe je graag. Uitademen, dat vind ik echt een kut. Ja, ik doe het wel graag. Ik wil een kledingstuk met de letter J.
En het begint met I. Een jas. Een everzwijnjas. Everzwijnbroek. Dit is heel. Ja, dit is heel. Die twist heeft echt wel een tempo uit de video gehaald. Ja, klopt, ja, klopt. Oké. Wil je het anders doen? Auw. Voor de bonusronde zullen we het dan niet met een extra letter doen? Ja. Oké. Bonusronde. Komt ie? Nu wordt het gewoon pimpie pampie panty. Iets dat verboden is. Met één letter. En dan gaan we. Een T. T. Tuinieren. Trappen. Terroristische aanslag. Ja, dat is verboden. Dat zijn er twee. Terroristische. Ja. Terrorist. Terrorist. Terroriseren. Ik was eerder. Alsjeblieft. Een vogel met. Een balabalafoe. Baloeveld. Een baviaan. Een bee. Een buif. Een bekster. Een bosuil. Ja, heel ja, goed, heel volgende. Goed. Dat zijn... Ik wil iets om te snoepen. Pik. Lolly. Ja. Nice, next. Illega. Oh, een mannelijke voornaam. Met de letter C. Cornelis. Jij zei ook Cor, ik zei Cornelis. Maar jij ik zei Cedric en zei Cor. Was wel echt vet tegelijk. Een zoogdier. Een aap. En de, nee, die legt eieren. Is aap. Boterkaas eieren. Een aap legt toch eieren? Ja. Oké, een huisdier. Een huisdier met de... Huisdier. Goudvis. Ja, ik zag hem ik niet. Ik zag het ook nog niet. En was het is een F. Vis. Flamingo. Fiets. Een flamingo. Een Fred. Mag niet. Dat zegt ze in 3 jaar of zo. Mag niet. Telt niet. Nee, telt niet. Nee. Een frietje. Jij hebt echt de video verpest. Sorry. Echt leuk, jij op feestjes. Hey, zullen we nieuwe letter doen? Ja. Ja, oké, van nieuwe letter. Egel is geen huisdier. Eekhoorn. Een ekster. Kan dat? Nee. Een eenhoorn. Ja. Met de T. Een tijger. Een tor. Oké, dat zou kunnen. Ja. Een tor. Ja, een tor. Tor als ja, van ja, zo'n mieren. Hoe heet het? Hoe heet zo'n terrarium? Ja. Terrarium met een tor. Kan dat? Een terrarium met een tor, dat kan. Ja, ja nee, maar ik vind hem goed. Neem maar. Ben ik? Geen maar. Nee, we moeten eens even punten tellen. Ik heb een 10. Ik heb een 7. Ik heb een 10. Ik heb een 7. Wow, wij zijn allebei eerste. Nee, grapje, ik heb er 8. Ik ben eerste geworden. Ik heb nog nooit gewonnen met een spel. Shit. Denk ik. Jongens, bedankt voor het kijken naar Pimpy Pampy Benzo met de twist. Jongens, hun kanaal staat in de beschrijving. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Doei! Doei!